Ik ga Jan Versteeg halen. Die moet van zijn huis naar de sportschool worden gebracht. In de tussentijd gaat iemand van ons team op zijn verse baby passen. En gaan wij praten en ik hoop zingen. Want ik bedoel, als iemand kan zingen is het Jan. En ik heb hier potdorie een hele carpool karaoke ingebouwd. Dus, daar gaan we. Jan? Goedemorgen. Wat een echt huis heb jij. Ja. Op een dag dan besef je eens, ik heb een baby en ik ben getrouwd en ik heb een koophuis. Doe de deur voor je open, zo ben ik. En hoe hebben jullie elkaar leren kennen dan? Op een feestje, op de dansvloer gewoon. Oh, zeg je in de disco. Ja, nee, zij sprak mij aan en toen hebben we eigenlijk eerst de hele avond zitten kletsen. Ik dacht, jeetje, wat een leuk meisje. Nou ja, toen een beetje kussen, je weet hoe dat gaat. Dan ga je afspreken. Alleen ik kwam net uit een relatie van 6 jaar. Oh. Dus ik zei, joh, alles leuk en aardig. Maar als je me niet verliefd op me wordt, zei ze, nee, dat is goed. En toen zei ze, 2 maanden later, zei ze, ik ben toch wel echt verliefd op je aan het worden. Toen zei ik, nou dan moeten we ermee stoppen, want dan gaat het pijn doen. Maar na 8 dagen miste ik haar zo. Dus ik dacht, ja, ik ben ook wel oelewapper. Ik bedoel, ja. Het enige reden dat ik nu niet met haar een relatie begin, is omdat ik in principe geen relatie wil. Ja, voor de rest wilde alles in mij, wilde dat wel. En toen stond ik voor de deur en zei ik, ik weet niet of het een goed idee is en hoe lang we het vol zullen houden. Maar ik weet niet van wel, dat zonder jou vind ik er echt geen klap meer aan. Maar gelukkig wilde zij ook nog wel. En inmiddels getrouwd en een kind. En vind je het heftig ineens zo? Want je bent natuurlijk best wel jong en dan zit je een kind en... Eigenlijk vind ik het makkelijker en leuker dan ik van tevoren dacht, ja, een kind. Ja. Ze is gewoon een heel vrolijk spekkie. Hoe ben jij bij tv terechtgekomen eigenlijk, als je dan sportacademie hebt gedaan? Nou, ik stond voor de klas. Toen zeiden mijn vrienden op een gegeven moment, Jan, je begint een beetje een zeurkous te worden. Oh. Want je hebt het alleen maar over televisiemaker willen worden, maar je doet er vervolgens niks aan om het ook te worden. Dus toen dacht ik, nou, dan gaan we er maar voor. Toen heb ik een brief geschreven naar Po Nieuws. Ja. Ik dacht, dat is de enige groep cowboys die gek genoeg is om misschien iemand zonder ervaring aan te nemen. En toen mocht ik een proefitem maken. Nou, dat gemonteerd, wat ik had in het gesprek gezegd, zei ze, kun je monteren? Toen zei ik, ja, ik kan monteren, zeker. Kon ik natuurlijk helemaal niet. Nou, dat ingeleverd. En toen mocht ik daar beginnen voor 30 dagen. En voorlopig gaat het nog best oké. Ja, want jij bent natuurlijk ook wel van de uitdagingen, toch? En Expeditie, en Wie is de Mol, ja. En It Takes Two. Als je wil zingen trouwens. Mwa. Doe je het nog? Eigenlijk niet, nee. Ik vind dus ook heel vaak als je zingt, dat mensen daar iets onaardigs over zeggen. Terwijl ik denk, hoe leuk is het dat iemand zingt? Dat is met huppelen. Ja. Ik heb een beetje last van mijn knie af en toe. Dus kan ik niet een hele lange stuk rennen. Dus dan doe ik een stuk rennen en dan een stuk huppelen. Dan verbrand je superveel energie mee. Maar dat vinden ze heel raar natuurlijk. En toen zei iemand tegen mij, hey, doe eens normaal joh. Ja. Dacht ik, hè? Laat mij gewoon lekker huppelen als ik daar blij van word. Ja, raar is dat, hè? Hey, hoe vind jij de trend dat zoveel vrouwen hun hele bevallingsepos op social media delen? Ik ben met Lulu heel voorzichtig met haar gezicht nu op social media delen. Heb ik in het begin, toen ze net geboren was, wel een paar keer gedaan. Want dan is het een baby, daar zie je echt niks aan. Maar nu begint het echt een mensje te worden. Ja. Dus dat doe ik niet meer. Kijk, mensen moeten het zelf weten. Ik vind het ook voor het kind, weet je. Of mensen die dan een Instagram account hebben namens hun kind. Ja, ik mag niks zeggen. Ik heb een Instagram account voor mijn kat. Ja, maar dat is anders. Ja. En hoeveel volgers heeft de kat? 14.000. Hey, en Lulu Keesje. Hoe ja. Zijn jullie daar opgekomen? Nou, Keesje vonden we gewoon een hele toffe naam. Ja, vind ik ook heel leuk. En Lulu is de bijnaam die ik had voor Dieuwtje, voor mijn vrouw. En toen zeiden we, hé, jammer hè, dat die naam dan niet kwam, dat het jouw bijnaam al is. En toen zei ik, nou waarom zou dat eigenlijk niet kunnen? Nee, juist. Dat is gewoon tof. En dan kan ze altijd kiezen als ze later denkt, ik ben meer een Keesje. Ja joh, al vindt ze zelf meer een Michiel, moet ze lekker zelf weten. Heb je nog dromen eigenlijk wel? Van nou, dat... Ja, weet je wat het is? Ik wilde altijd, mijn grootste droom was altijd om televisiemaker te worden. Als ik dit gewoon nog 25 jaar kan doen, dan ben ik wel echt heel blij mee. Gewoon zoals het nu gaat, dat dan nog... Wel een babytje nog erbij. Nou, dat sluit niet uit. Voorlopig niet. Ik bedoel, 6 maanden oud vindt wel goed. Maar op den duur, nou zou wel kunnen. Nou, ik zou zo met je mee willen. Maar... waar het niet, dat ik nog een volgende taxirit heb. Ja, we zijn arrivé. We zijn arrivé. Allemaal voor je vrouw. Gaan ze allemaal op de hoofd smeren. Na hoofd, lichaam, overal, tenen. Bedankt voor het brengen. Hi, dankjewel hè. Zo, ik ga eerst even proberen om het weekend recht te zetten. Oh ja, erg. Dankjewel hè. Bye Jan, dankjewel. Kom je hem niet ook weer halen trouwens? Ja, is oké. Ik kom je wel halen. Nice. Doei. Doei.